Landgenoten, lobby, bradananga, sisa, broeders en zusters. We zijn in de middag van maandag 20 november jongstleden opgeschrikt door het tragisch ongeluk in het Matawai-gebied, in het district Brokopondo, met het noodlottig gevolg. Het verlies van vele mensenlevens. Het verlies van levens van onze lieve broeders. Er zijn al 15 lichamen geborgen. Terwijl er nog gezocht wordt naar vermisten. En worden personen nog behandeld in het academisch ziekenhuis. In de avond van 21 november, jongstleden, hebben we ook een andere tragedie gehad. En dat is ook met betrekking tot het instorten van een mijn, namelijk in het Tapahoni-gebied, waar er ook één leven te betreuren is en nog een gewonde behandeld wordt. Ja, Lobby Bradanga Sisa, al deze tragedies hebben ons allen opgeschrikt. De regering, de lokale gemeenschap, maar ook het districtsbestuur, de veiligheidsdiensten en de betrokkenheid van de multinational Sijen Mine NV hebben onmiddellijk hulp geboden om nog te redden wat te redden was en waar mogelijk te helpen het leed te verzachten. Ondertussen zijn onze Franse buren ook hier te landen om hulp te bieden. Er wordt gezamenlijk met onze reddingswerkers en hulpdiensten verder gezocht naar vermisten. We hebben met de veiligheidsinstituten reeds hulp verleend door middel van de search and rescue team onder leiding van NCCR. De politie en militairen zijn aanwezig in het gebied om de orde en rust te bewaren, maar ook om de veiligheid te blijven handhaven. Onderzoek van het ongeval en identificatie van slachtoffers is reeds gestart onder leiding van het Openbaar Ministerie. Tevens is er communicatie ingezet met het traditioneel gezag onder leiding van de districtscommissarissen en de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport. Sociale en mentale hulpverlening wordt ook geboden onder leiding van de directeur medische zending voor de rouwverwekking lokaal en nationaal. De regering heeft daarom naar aanleiding van deze tragedie besloten om 2 dagen van nationale rouw af te kondigen en wel op donderdag 23 en vrijdag 24 november 2023. De minister van Binnenlandse Zaken, de heer Somoharjo, zal zorg dragen voor de verdere bekendmaking met betrekking tot deze besluiten van de regering. Ook de activiteiten rond de viering van de 48e jaardag van de Republiek Suriname, onze onafhankelijkheidsdag op 25 november 2023, zal worden aangepast. Landgenoten, het clusterteam van ministers belast met de coördinatie van deze rampbeheersing gaat verder en ze voeren overleg met alle betrokken partijen,
terwijl ook de hulpdiensten en de reddingswerkers samen met de collega's van Frans-Guyana hun werk voortzetten. Alle informatie die vanuit de diensten beschikbaar wordt gesteld, zal met u worden gedeeld. Langs deze weg wens ik mede namens de regering aan alle nabestaanden veel kracht toe. De regering en de samenleving zijn er om u allen bij te staan. Landgenoten, Lobby Brada Nangasisa, het is een moeilijke tijd waarin we ons nu bevinden en nu met verlies en verdriet. We zijn er voor jullie en we zullen alles doen als regering wat we voor jullie kunnen doen. Laten we samenwerken om elkaar te helpen, Lobby Brada Nangasisa. Laten we samen een bron van kracht en troost zijn voor degenen die het nu het hardst nodig hebben. Laten we allemaal bidden voor de nabestaanden, maar ook voor de zielenrust van zij die heen zijn gegaan. En ik doe een beroep op u allen, Lobby Brada Nangasisa. Laten we als gemeenschap met lobby elkaar omarmen en troosten. Dat we samen door deze moeilijke periode heen zullen komen. Wij staan er niet alleen voor. Kracht die. Kracht aan u allen. En laten we voor elkaar ook bidden. En laten we ook God smeken om ons kracht te geven. Om dit verlies als land en samenleving te kunnen dragen. God bless you all.